Welkom. U heeft een hele belangrijke band, een warme band met diabetes, en ik ga u nu de microfoon geven. Ja. Dank u wel. Ik ben hier toch om een hele belangrijke taak te verrichten vandaag. Dat is een taak die je nooit alleen af kan als burgemeester. Daar heb je de medewerker van heel veel mensen die zoiets moeten voorbereiden. Het lijkt een obligate mededeling, maar dat is echt zo. En toch wil ik vandaag even stilstaan bij dat verleden. En u allen feliciteren met het 10-jarig bestaan van de organisatie Diabeter. Het is een mooie gelegenheid om dan ook de oprichters, de heren Aanstoot en Vezen, vandaag dan ook in de schijnwerpers te zetten. En ik zou ze heel graag willen vragen om hier naast mij te komen staan. Ja, het is altijd zo mooi, dan zie je ook onmiddellijk een orde ontstaan wie naast de burgemeester staat. Die weer, De diabetes zorgt niet alleen voor de juiste behandeling, maar leert ook kinderen om te gaan met de ziekte. En zorgt ervoor dat de omgeving daar ook op een goede manier mee kan omgaan, zeker in huiselijke sfeer. Diabetes is beslist bepalend in de behandeling van diabetes in Nederland en daarbuiten. Onderzoek en behandeling gaan hand in hand, waardoor nieuwe inzichten snel in de praktijk gebracht kunnen worden. Uw behandelsysteem betekende een doorbraak en is internationaal erkend. En de medische resultaten van Diabeter behoren bij de wereldtop. En daarmee ligt de missie van Diabeter een toekomst zonder complicaties binnen handbereik. Hoe synchroon uw carrières ook mogen lopen, u doet ook wel eens iets anders zonder elkaar. Meneer Veze, u was penningmeester van de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. En u bent de adviseur gezondheidszorg van de Rabobank. Dat is ook een heel interessante combinatie. De lijst van uw verdiensten is ongetwijfeld veel langer. Maar dan moet ik uw familie en de rest van de mensen in de zaal langer laten wachten. Meneer Aanstoot, u was tweede voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie. En initiatiefnemer van de Nederlandse Diabetes Dag. Daar bleef u enkele jaren intensief bij betrokken. U was lid van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds en voorzitter van het Diabetes Expert Netwerk. Ook dit is slechts een greep uit uw maatschappelijke verdiensten. U beide ontving al diverse prestigieuze prijzen en vandaag komt daar weer een bijzondere eerbetoon bij. Want namens de koning mag ik u melden dat het zijne majesteit heeft behaagd u beiden te benoemen tot officier in de orde van Oranje-Nassau.